Op weg naar de Special Olympics volgend jaar juni in het Griekse Athene wordt er volop geselecteerd. Michel Martijnse maakt al een tocht langs tientallen maneges en is deze dag in Herveld. Ja, je moet nagaan, we gaan met 87 sporters naar Athene. Dus we hebben daarin de 22 clubs die we bezocht hebben de afgelopen maanden. Dus we zijn elke week bezig met een bezoek aan een club om te kijken of daar de atleten voldoen aan datgene wat we gevraagd hebben. En wat het verwachtingspatroon moet zijn. Waar letten jullie dan op? Nou, we letten niet alleen op de sportkwaliteit of de sportspecifieke eigenschappen. Maar we letten ook, pas zo'n deelnemer in de groep? Kan zo'n deelnemer lang van huis? Heeft hij extra verzorging nodig? En wat voor verzorging? Hoe gaan we dit oppakken? En hoe gaan we dat als team NL, zeg maar, samenvoegen? Ik ben graag naar Mijgen. Ik woon 22 jaar. En ik woon in Uist. Ben jij echt een liefhebster van paarden? Ja. Zoals je gaf van paarden. Dat is mijn grote hobby. Wat vind je het leukste aan paardrijden? Galopperen. Uitdraven en stappen. En galopperen kan je echt hard, hè? Nou, soms is zacht en soms is hard. En is het spannend dat je zo ver weg gaat om paard te rijden? Nou, eigenlijk wel, ja. Even over die Special Olympics. Want iedereen kent de Olympische Spelen, de Paralympics. Maar dit is heel iets anders. Ja, dit is zeker heel iets anders. Het is sport op ieder zijn eigen niveau. De Paralympische Spelen en de Olympische Spelen gaat het puur om prestatie. Hier gaat het echt om meedoen. En wij zeggen altijd changing life, changing attitude. En die deelnemer sport op zijn eigen niveau. Dat wil dus zeggen dat je als je atletiek hebt, dat je iemand die de 100 meter loopt in bijvoorbeeld een minuut. En iemand die de 100 meter loopt in 1 minuut 20. Dat zijn twee verschillende teams. Dus van 1 minuut tot 1 minuut 10 is een team. Van 1 minuut 10 tot 1 minuut 20 is een team. En die sporten tegen elkaar. En daar komt een winnaar uit. Dus op één discipline kan je wel 100 gouden medailles winnen. Ik ben Bianca Peters, ik ben 16 jaar en kom uit Bemmel. Bianca, je mag volgend jaar naar de Special Olympics. Hoe leuk is dat? Heel leuk. En het is iets waar je nooit meer mee zult maken. En vooral niet in Griekenland. En naast je staat Ramona. Ja. Is Ramona je lievelingspaard? Ja. En waarom is Ramona je lievelingspaard? Als we bijvoorbeeld wat harder moeten dragen en niet in galop, dan doet ze dat. En dat vind ik heel fijn, omdat ik dat met geen enkele andere ponies en paarden krijg die ik me kan herinneren. Zou je het liefst Ramona meenemen naar Griekenland? Ja, zonder geen enkele twijfel. Hoe belangrijk is de steun van het Rabofonds in dit alles? Nou ja, anders stonden we hier niet, zou ik maar zeggen. Rabobank is voor ons heel belangrijk daarin, omdat hij ons financieel steunt. Je kan nagaan, met de sports weggaan heeft begeleiding nodig. Begeleiding is anders dan bij de topsportbegeleiding. Je hangt gewoon aan een aantal zaken vast die belangrijk zijn om die deelnemers dat te kunnen brengen wat ze nodig hebben. En zonder de steun van de Rabobank kunnen wij onze sportprestaties, zou ik zeggen, onze sportactiviteiten niet uitoefenen. Al met al wordt het een mooie tijd in Athene. Het wordt een onvergetelijke tijd. Zoals we altijd zeggen, het zal de rillingen gaan altijd komen op het moment dat de opening begint. En die blijven 2 weken lang op het lichaam aanwezig. En het is net een kip zonder veren. Hè?